Suriname heeft veel voordelen aan de CARICOM-Columbia-overeenkomst. Het is heel belangrijk dat ons land deel wordt van dit akkoord. Dit bracht minister Reshma Kulipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vandaag naar voren tijdens een seminar op het departement. Het ministerie is namelijk bezig met de voorbereidingen voor toetreding tot de overeenkomst voor handel, economische en technische samenwerking tussen de CARICOM en Columbia. De bedoeling was om van gedachten te wisselen met de verschillende belanghebbenden. De bewindsvrouw stelt dat de interesse vanuit Suriname voor toetreding al enige tijd bestaat. Met het gedeelte van de toetreding van Suriname tot de overeenkomst is het ministerie al geruime tijd bezig om vergaderingen bij te wonen tussen CARICOM en Colombia. Als er wordt gekeken naar de Agreement on Trade, Economic and Technical Cooperation between CARICOM and the Government of the Republic of Colombia, en de voordelen die onze ondernemers kunnen halen, is het van belang dat Suriname ook partij wordt van deze overeenkomst. Natuurlijk is het ook belangrijk om van uw zijde een signaal aan ons te geven in de richting van het toetreden. Want uiteindelijk zal het bedrijfsleven profiteren van de mogelijkheden en kansen die deze overeenkomst biedt. Vandaar dat dit seminar is georganiseerd om met uw instantie gezamenlijk op één lijn te staan betreft de ontwikkelingen rondom het toetreden van Suriname tot voornoemde overeenkomst. De minister gaf aan dat het CARICOM-secretariaat het onderhandelingsproces met Colombia heeft opgestart. Ze zegt dat het ministerie deze ontwikkelingen op de voet volgt, omdat het belangrijk is dat Suriname weet wat te verwachten als het deel wordt van de overeenkomst. Deze onderhandelingen hebben te maken met het mogelijk uitbreiden van de productenlijsten. U ziet dat alles in een snel tempo geschiedt en moeten wij daarom nagaan hoe wij dit alles zullen aanpakken. Wij als ministerie vertegenwoordigen u. Wij spreken namens u aan de hand van de feedback die wij van u krijgen. U bent dus een belangrijke speler in het proces en daarom bent u vandaag hier om een bijdrage te leveren. Ik weet dat het niet makkelijk is geweest voor u en geef toe dat de pandemie een extra last heeft gelegd op de kwetsbare en kleine economieën van CARICOM-landen die allemaal zeer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatsverandering. Ook voor ons waren de schokken voelbaar en zijn er ondernemingen die behoorlijk zijn getroffen en weer van de grond af moeten starten. Volgens Kulipsingh is het de bedoeling dat de Surinaamse samenleving oplossingen aandraagt om de economie weer gezond te maken. Ze merkt op dat het ministerie gereed staat om de nodige adviezen en informatie te verschaffen over de ontwikkelingen op het ministerie.